Mijn naam is Leroy en goed dat je luistert of kijkt naar de LVM Sports Podcast. Tegenover mij zit een van de, nou, ik denk wel de leiders van AZ als je het hebt over het jeugdvoetbal. Bram Franke. Bram, leuk dat je er bent. Hey, stel je eventjes voor. Ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Nou, ik ben Bram Franke, ik ben 18 jaar. Ik speel in AZ onder 19 en ik kom uit Zwanenburg. Ja, leuk. Je bent profvoetballer, hè? Of in ieder geval, je speelt bij een profclub, je speelt bij AZ. Waar ben jij ooit begonnen met voetbal? Ik ben begonnen bij Zwanenburg, gewoon toen ik klein was. Daar woon ik tegenover. En na tweedejaars F'jes ben ik naar AFC Amsterdam gegaan. En vanaf daar is het eigenlijk best snel gegaan. Ik kwam naar Zwanenburg, is een kleine club. En toen ging ik naar AFC Amsterdam, dat was al best groot voor mij. Ga je toch wat meer de stad in en... Toen ben ik na twee jaartjes al gescout door AZ. Toen kwam ik daar op gesprek. En toen kwam ik zeg maar thuis. En toen lag de brief van Ajax op de mat. Maar ik had daarvoor net ja gezegd tegen AZ. En ik hield me allemaal voort. En sindsdien speel ik vanaf de onder 12 al bij AZ. Tot nu. Ja, je bent ooit begonnen natuurlijk bij Zwanenburg. Hoe oud was je toen? Ik denk 4. Okay. Dus je was er best wel best vroeg bij. Ja. Hoe hebben je ouders hier naar voetbal gestuurd? Hoe ging dat? Nee, ik zeg je wel eerlijk. Op het begin was ik niet echt... ik was wel een goede voetballer. Maar in het begin keek ik ook wel naar de bloemetjes. En als het koud was, dan wilde ik eigenlijk wel naar binnen. Ik had een keer een wedstrijd, dat is wel grappig om te vertellen. Was het heel koud, dan ging het sneeuwen. En toen was ik naar binnen gegaan om warme chocomel te drinken. En toen, dat vond mijn vader niet leuk. Alleen, ik denk na 1-2 jaartjes, toen ging het wel snel met voetbal. En zagen we wel gewoon dat ik talent had. Ja, want je bent nu 19, 18? Ja, ik ben nog 18. Je bent nog 18, oké. Okay. Vertel eventjes heel je voetbalcarrière. Want je bent ooit begonnen bij Zwanenburg. Toen ging je dus naar AFC. Ja. Daarna ging je eigenlijk naar AZ, klopt dat? Ja, klopt. Ik ging vanaf de E1 ging ik naar... Naar AZ onder 12 toe. En nu zit ik in AZ onder 19. Dus dat zijn al wat jaartjes. Ja. Hey, je bent nu al best wel een lange tijd eigenlijk bij AZ. En ik denk dat je een leider bent. Hè? Dat ben je nog steeds. Je hebt nog steeds die aanvoerdersband heb je om. Vertel even wat je allemaal hebt meegemaakt. Want je hebt echt hele mooie dingen meegemaakt bij AZ al. Ja. Nou, in onder 12, zeg maar in de onderbouw van AZ is nog best wel speel. Zeg maar. Dan vat nog een mede, ben je nog voor je plezier. Maar hoe ouder je wordt, hoe serieuzer het wordt. En vanaf onder 16 had ik echt de droom om ook in het Nederlands elftal te komen. In de jeugdelftallen. En in onder 17, in het begin van het seizoen, kwam ik daar ook echt bij. Toen heb ik ook het EK gespeeld. En dat EK hebben we toen met het Nederlands elftal onder 17 gewonnen. Dus ja, dat zijn hele mooie ervaringen. Jammer genoeg nooit kampioen geworden met AZ. Maar hopelijk misschien na de winterstop. Ja, maar je speelt nu in de onder 19, onder 19 van AZ. Je bent aanvoerder. Hoe gaat het nu? Voor de winterstop, je hebt die twee competities, voor en najaars. We zijn bij de eerste 8 gekomen, dus na de winterstop staat iedereen weer op 0 punten. En ik denk dat we een kans kunnen maken om het kampioenschap te gaan pakken met ons team. Dus laten we het hopen. Ja, je hebt eigenlijk al zoveel mooie dingen meegemaakt. Want je hebt het EK meegemaakt, het WK ook. Nee, het WK is om de 2 jaar en wij zaten precies in het jaar dat het WK niet speelde. Ja. Dus dat was wel jammer. Ja, want je bent naar het buitenland ook gegaan toen, hè? Sowieso maak je veel tripjes met Nederlands elftal. Maar het EK was in Engeland, dus dat was wel mooi. Ja, gaaf. Dat zijn echt gewoon hele mooie dingen die je nu al hebt meegemaakt. En het is nu onder 19, halverwege het seizoen. Hoe ziet het komende seizoen eruit voor jou? Ik heb een paar doelen voor mezelf gesteld. En ik ga gewoon hard aan werken om die waar te kunnen maken. Ik heb nog geen contract bij AZ. Dus na dit seizoen kunnen of mooie dingen gebeuren bij een andere club. Of ik ga keihard voor werken dat ik het wel ga afdwingen. Maar dat is aan mij. Ja, want ik denk dat je wel een droom hebt. Hè? Een droom is om waarschijnlijk profvoetballer te worden. Ja, tuurlijk is dat mijn droom. Ik heb nu zoveel voor gelaten, dan ga ik het nu niet meer opgeven. Ja, en hoe zie jij je later? Waar zie jij je later voetballen? Waar ik het liefst zou voetballen? Ja. In de Spaanse competitie. Oké, okay, en bij welke club zou je dan willen? Ja, de grootste droom is natuurlijk Barcelona. Maar dat zijn dromen. Mm-hmm. Blijven dromen. Ja, blijven dromen. Maar dat is lastig om
daar zomaar te komen voetballen. Ja, maar, wat is nu je eerste doel die jij wil behalen? AZ onder 19, wat is je vervolgstap? Is dat jong of wil je eigenlijk meteen aansluiten dan naar het eerste? Nee, sowieso. Bij AZ speelt jong AZ, speelt ook Keukenkampioen Divisie. Dat is ook een mooie eerste platform om als jonge speler je te laten zien. En ik wil de tweede seizoen zelf gewoon heel veel in mezelf investeren. Waardoor ik misschien mijn kans krijg bij jong AZ. En dan moet ik die gewoon met beide handen pakken. Ja, want je zegt je wil in jezelf investeren. Wat doe je nu allemaal om beter te worden? Om nog meer je kwaliteiten te laten zien? Sinds vorig jaar ben ik ook extra gaan trainen naast AZ. Bij AZ voeren we natuurlijk gewoon het schema uit. Dat is al best pittig. Maar toen ben ik al extra gaan trainen bij Born to Play. En nu zijn we weer een stapje verder gaan komen kijken. En ben ik bij jou uitgekomen bij LVM Sport. En dat bevalt tot nu toe zeer goed. Ja, kan je een klein beetje vertellen wat we nu allemaal bij jou aan het doen zijn? Wat je aan het verbeteren bent? Ja, nou, jij hebt een mooi plan gemaakt. En we zijn echt specifiek aan het werk met mijn explosiviteit, mijn snelheid. En de manier van lopen. Want we zagen dat nog beter kon en daar zijn we nu mee aan het werk. Ja, want er werd lange tijd eigenlijk al tegen jou gezegd dat er bepaalde dingen verbeterd moesten worden. Dat waren onder andere snelheid. Ja, sinds we wat ouder worden, wordt iedereen wat fysieker. En begon het de club op te vallen dat mijn fysiek niet op het hoogste level is. En daardoor ben ik verder gaan kijken om dat te gaan verbeteren. En daar ben ik nu mee bezig. Ja, top. Want je investeert in ieder geval tijd en ruimte maak je voor jezelf om jezelf te verbeteren. Kan je mij een klein beetje uitleggen wat voor voetballer jij bent? Want je bent een echte leider. Je bent volgens mij al sinds heel AZ aanvoerder. Klopt. Wat voor speler ben jij? Ik ben een middenvelder. Ik word vaak gezien als controlerende middenvelder. Zo zie ik mezelf aan de ene kant ook wel. Maar ik hou ook graag van aanvallen. Ik wil graag bij de 16 komen en goals maken. Vind ik gewoon het mooiste wat er is bij voetbal. Dus het is niet alleen maar het spel verdelen en het cement zijn tussen de aanval en de verdediging. Maar ik wil ook een extra steentje bijdragen. Ja, en die aanvoerdersband heb je om. Wat is er anders met zo'n aanvoerdersband om? Nou, eerlijk gezegd voelt dat voor mij nu echt niet meer anders. Ik draag hem al sinds jong. En op het begin is dat best wel speciaal, want je denkt dat je een beetje het mannetje bent. Maar uiteindelijk wordt het heel normaal en doe je gewoon je eigen ding. En ik ben gewoon mezelf. Ik ga me niet anders voordoen wanneer ik de band om heb. Dus het is natuurlijk een eer, maar het is niet meer dan dat. Ja, zie jij jezelf ook als een leider? Jawel. Gewoon hoe ik ben is natuurlijk wel... Ik denk vaak in teambelang en ik denk dat wel mooi is als je dat hebt als leider. Dus ik zie me wel zelf als leider. Ja, gaaf. Hey, je bent nu bezig met jezelf te verbeteren. Ik ben je een klein beetje aan het helpen natuurlijk om die explosiviteit erin te brengen. Wat doe jij daarnaast nog meer? Heb jij tips? Heb jij dingen die je graag wilt delen met jeugdvoetballers met een droom net zoals jij om profvoetballer te worden? Ik train gewoon natuurlijk. Ik volg gewoon het schema van AZ. Dan hebben we de trainen elke dag en heb je 4 keer in de week kracht. Dat is al best pittig. Daarnaast ben ik nog bij jou gekomen. Bij AZ krijgen we ook gewoon workshops over voeding, slaap en supplementen. Dus daar heb ik ook wel verstand van en ben ik ook wel mee bezig. En naast voetbal, ja. Ik denk ook dat het best een mentaal spelletje is, de voetbalwereld. En ik denk dat je daar ook sterk in moet blijven. De voetbalwereld is niet eerlijk. Je moet niet met je laten zollen. Dus. Ja, en als je nou één belangrijke tip mag geven aan jeugdvoetballers. Misschien is dat een fout geweest, een fout die je hebt meegemaakt of iets waar je van geleerd hebt. Welke tip zou je dan meegeven? Dat iemand anders die valkuil niet intrapt, zeg maar. Nou, ik heb het niet per se zelf meegemaakt, maar wel gewoon geleerd, zeg maar. Om echt vooral naar jezelf te kijken. Nooit de schuld bij iemand anders te leggen. En goed te kijken naar je fouten en wat er beter kan. Omdat dat kan je nog gaan verbeteren. En als voetballer moet je steeds beter worden. En ik denk dat dat heel erg erbij helpt. Om te kijken wat je fout doet en wat er beter kan. En niet
de schuld ergens anders neer te gaan leggen. Mooi, mooi, dankjewel. Hey, je bent nu gewoon keihard bezig, hè? Van jong AZ, in ieder geval van AZ onder 19 wil je naar jong. Uiteindelijk wil je in de Eredivisie komen spelen, misschien zelfs naar het buitenland. Einde van je carrière, hoe ziet die eruit? Heb jij trainersachtige kwaliteiten? Ja, ik denk wel dat ik verstand heb van voetbal en dat ik daar misschien wel iets mee kan gaan doen. Alleen dan is de vraag hoe het allemaal gaat lopen. Kijk, we kunnen niet in de toekomst kijken. Natuurlijk zou het mooi zijn om na mijn voetbalcarrière nog misschien een trainingscarrière te beginnen. Maar ja, dat zien we dan wel. Ja, mooi. Ja. Hey, leuk. Bram, leuk dat je in ieder geval er was. Zijn er nog dingen die jij vergeten bent, die jij graag nog wil meegeven aan die jeugdvoetballers? Dat ze echt moeten gaan doen of moeten gaan ondernemen of wat dan ook? Nee, ja. Maak plezier. Doe 100% je best. En wat ik net ook al zei, kijk naar je fouten. Als je echt een voetballer wilt worden, moet je elke dag beter worden. En dan moet het vanzelf goed komen. Top. Leuk dat je er was, Bram. We gaan in ieder geval hard met je aan de gang. Want die explosiviteit gaan we erin brengen natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. Hey, goed dat je er was. Leuk dat je er was. Dit was het einde van de LVM Sports Podcast. Ik zie je de volgende keer weer. Ciao, ciao.